goedemorgen allemaal. Het is vandaag 1 september 2017. Wat wil zeggen voor sommige mensen dat het terug school is. Ja, ik zeg dus nu wel heel blij dat ze gewoon ik niet naar school moet. Ik ben eigenlijk afgestudeerd. Maar voor degenen die wel naar school moeten, heel veel sterkte. Het komt wel goed. En gewoon het best doen. En voor de laatste jaars. Ook zeker, het komt allemaal wel goed. Gewoon nog het laatste jaar een beetje goede best doen en dan komt het allemaal goed. En ik heb me nu net gedoucht. Ik heb me klaargemaakt nog niet, maar ik heb me al gedoucht. Ik heb mijn haren gewassen, dus die zijn nog nat. Ik ga die zelfs drogen. Maar voordat ik die ga drogen, ga ik er een paar productjes in doen. Namelijk dit. En dit is een productje van André Lon. En het is een oil spray en dat zorgt ervoor dat ik gewoon een heat protection. Dat spray je gewoon op je haar voordat je haar gaat drogen. Beschermt je haar gewoon tegen de hitte. Het is eigenlijk gewoon een olie- en waterlaag. En dat ga je dan mengen met elkaar en zo gewoon gelijkmatig over je haar sprayen. En dan gebruik ik ook nog dit productje voor mijn haar. Gaat ervoor zorgen dat je haar super mooi gaat glanzen. Gebruik ik ook altijd als ik mijn haar stijl. Niet dat ik dat vaak doe, gewoon als ik naar een feest of zo ga. Of als ik mijn haar krul. Gebruik ik dit ook altijd. Daar zitten dan die kleine glinsteringetjes in. Kunnen jullie dat jullie kunnen zien? Volgens mij niet. Maar dus dat gebruik ik ook. En dit productje heb ik van mijn kapster, Ine. En ja, dit gebruik ik ook altijd. Het is ook een oil spray. En ja, het zorgt dus voor dat je haar super mooi gaat glanzen. Dus dat ga ik dan nu snel even doen. Ziezo, ik heb net mijn haar min of meer gedroogd. Doe de puntjes nog eens helemaal, omdat ja, droogt toch vanzelf en dan gaat het ook minder kapot. En wat ik nu nog ga doen is mijn huid verzorgen. Dat doe ik met dit productje van Rituals. Dat is een serum dat je op je huid moet doen voordat je dagcrème gaat aanbrengen. En of course ook nog mijn dagcrème. Mijn dagcrème is deze van Nivea. En deze heb ik opgestuurd gekregen. Die van Rituals niet. Die heb ik zelf gekocht. Maar ik vind hem echt een fijn. Het is echt een fijn product. Het werkt echt goed. Dus dat ga ik dan nu nog doen. En mijn schminken doe ik bij mijn oma zelfs. Want het is al bijna 12 uur. Dus dat ga ik dan straks doen. En wat ik vandaag nog ga doen is, ik ga naar Leuven. Ik heb afgesproken met een vriend, Matthias. En ik heb er echt al zin in. Het is lang geleden dat ik die nog heb gezien, dus het gaat kei tof worden. Ik zal jullie zelfs ook nog even mijn outfit laten zien. Ziezo, ik heb me klaargemaakt en dit is mijn outfit voor vandaag. Topje en broek komen allebei van de Zara. Zo die broek met de witte streep langs de zijkant. Ik ben echt verliefd op die broek. En ik heb trouwens weer mijn nieuwe horloge van Violet's Hemden aan. Echt super mooi. Ik moet alleen het uur nog juist zetten. En we zijn in Leuven. We zijn iets aan het drinken bij de Origins. Nee, ik lijk echt wit. Kaal. Kaal. Hier is Matthias. Wauw. Dat is mijn dochter, hè. We zijn iets aan het drinken. En we gaan zelfs pizza halen. We zitten in de auto naar huis. Allee, terug naar Rome. We gaan daar eten.
en het is lasagne. En ik heb net geslapen. Maar dat ga ik jullie niet laten zien. Ik heb het wel gefilmd. Ik heb het wel gefilmd. We zijn terug thuis. We zijn juist bij oma gaan eten. Het was lasagne. Dat hebben jullie waarschijnlijk al gezien. Het was lekker, hè? Ja. Want oma is altijd lekker. Sorry. Altijd lekker. Oma maakt altijd lekker eten. En wat gaan we nu nog doen? Thuis kijken. Ah ja, we gaan thuis kijken. Weet ik wie Malik heeft ontvoerd? Nee, Glenn kijkt geen thuis. Ik weet het al. Ik zal het al weten. Ja, Facebook. Facebook. Ah. En hij vroeg dat dan aan mij. En ik heb het dan uiteindelijk gezegd. Mag ik het verklappen? Nee. Toch ga ik het doen. En als... Nee? Want als sommigen... Nee, want als sommigen het nog niet hebben gezien... Het is! Als sommigen van mijn kijkers het nog niet hebben gezien, dan... Je mag niet spoilen, hè. Het is. Laat anders weten in de comments of jullie al weten wie het is. Maar nog niet verklappen, want als er sommigen zijn die het nog niet hebben gezien, dan is dat niet zo mooi. Het is... Dingske. Dat is eng. Kijk, het is iemand uit thuis. Ja, hij heeft het dus verklapt. Het is iemand van familie. Het was Fenorie. Veronique. Dus ja, we gaan sowieso aan thuis kijken. Hè. Ik weet het zelf ook nog niet. Spannend! Echt, Facebook heeft het weer verklapt, hè. Ja, Facebook. En ik heb ook net een video online gezet. Deze namelijk. Ik heb net deze video online gezet. Deze. En hij noemt... Hij geeft mij geen aandacht. Dus als jullie hem nog niet hebben bekeken, zeker kijken. Jullie kunnen hem nu ook kijken. En vergeet ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En op dat van mij. En op dat van Glenn ook. Stond eronder. Dit is Glenn zijn kanaal. Scherp zult. Ja. Ik ga voor vandaag de vlog ook afsluiten. Bedankt voor het kijken. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En te liken. En als jullie het zien, ik film met... De nieuwe camera van mijn broer. Echt veel betere kwaliteit dan mijn iPhone. En ja, ik hoop dat jullie deze vlog dus leuk vonden. Laat dus zeker een like achter. En dan zie ik jullie in mijn volgende video. Bye bye.